Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Het is nog net morgen. Ik heb vanochtend allemaal gehaast en gedaan. Ik had gisteren de huisarts gebeld en er zou oordruppels naar mij toegestuurd worden. Is niet gebeurd, want ze hadden het recept niet gehad. Dus ik heb naar de huisarts gebeld. Nou, was dus niet meer bereikbaar. Ik denk, het is goed met jullie. Het is nu aan twee oren. Dit is voor mij spoed, want hij schreeuwt het uit. Ik heb ruzie gemaakt. Maakt niet uit wat er allemaal gezegd is, want het was volgens hun geen spoed. Bla bla bla. Zegt dus voor mij wel spoed. Ik heb een non-verbaal kind, et cetera, et cetera. Ik kan ook wel het Radboud bellen of JBZ. Maakt me niet uit. I don't care. Bij deze schrijf het recept nog een keer uit, want hij is al uitgeschreven. Ja, dat klopt. Nou, hè. Uiteindelijk het recept toch uitgeschreven. Ik heb daar de apotheek weer gebeld. Zeg, zou je dit alsjeblieft klaar willen maken? Dat ik het hem kan gaan geven. Want, hè. Er zit een beetje haast bij, want ik ga nou mijn kinderen aankleden. Het kind schreeuwt het uit van de pijn. Net die druppels gegeven. Nou, het zweet staat me op mijn voorhoofd. Het is namelijk niet makkelijk om Jordi oordruppels te geven. Dus. Ja. Ik mag denk ik ook wel een douche nemen, want ik stink een uur in de wind. Nou, dus dat. Ik snel gaas naar de apotheek, druppels gehaald. Net gauw die twee jongsten eventjes een krentenbol gegeven. Zodat ze nu gegeten hebben, dat ik ze dadelijk naar bed kan mieteren. Jordi dadelijk even op het gemakje verzorgen, want die krijgt ook paracetamol, et cetera, er allemaal bij. Dus ja, dat is dus mijn ochtend. Alleen maar geschreeuw aan mijn kop. En omdat Jordi dus zo schreeuwt, worden Liam en Sam ook vervelend. Dus ik heb echt dat. Nou hoop ik dat ze dadelijk alle drie even gaan slapen. Jordi sowieso, want het is beter voor hem, voor zijn genezingsproces. Dat die druppels goed gaan werken. Ik heb pipetjes gekregen. Ik heb deze nog nooit gehad. Maar ik heb pipetjes gekregen. Het waren zulke dingen. Omdat hij dit dus ook al vaker heeft, hebben ze zoiets van, hè. Kun je het beter dit doen, kun je het vaker gebruiken als nodig is. Nou, prima. Oké, doen we. Ik ga even verder met de kinderen, want Jordi begint alweer te gillen van de oorpijn. Dus ik ga even aan de slag. Ik heb iemand die nog wakker is. En hij was allemaal aan het etteren aan het doen. Dus vanavond gaan Niels en ik zijn kamer verbouwen, zodat hij niet er zomaar uit kan klimmen. Want hij klimt momenteel op zijn aankleedgedeelte en op de rand. En niet slim, niet verstandig. Dus hij moet gewoon uit zijn bed kunnen. Dus dat gaan we vanavond veranderen. Hij heeft ook alle laaien helemaal uitgetrokken. Dus dan moet ik straks allemaal eventjes op gaan ruimen, et cetera. Ik heb nog genoeg te doen straks. Maar ja, dat kan nu dus nog niet. Want Jordi en Sam liggen te slapen nog. Dus tegen die tijd dat Niels naar huis komt, dan zijn ze pas weer net wakker, et cetera. Dus ja, we gaan het maar doen. We gaan er maar mee aan de slag. Ja, ik heb vandaag een beetje bouwdag, zoals we dat noemen. Nee, die is van mama. Maar één ding maakt me dan wel heel blij. Ik heb een slowcooker. Joehoe! Dat maakt mama blij. Nee, even serieus. Ik wilde het al heel erg lang. En Niels die zei, koop hem maar. Kan ik van alles in gaan maken. Zoals bijvoorbeeld erwtensoep. Of hutspot. Of haché. Of zoals een vriendin van mij een recept heeft. Pulled chicken. Zo'n lekker recept. Kan ik allemaal gaan uitproberen en maken. Ik ben blij. Yes. Bewijs dat Jordi momenteel niet veel hoort. Nou laat hij het natuurlijk niet zien. Hij ligt namelijk met zijn oor bovenop de tablet om geluid te horen. Hij heeft er ook echt last van, hoor. Hij heeft ook buikpijn, dat ook. Maar hij heeft ook echt last van zijn oren, want dat merk ik. Het is te veel voor hem momenteel. Ik ga jullie gewoon eventjes hier neerzetten. En dan ga ik gewoon even kijken of ik het op film krijg.
Check. Dus ja, ik heb een kind met oorpijn en buikpijn momenteel. Ik kan jullie vertellen dat dat heel zwaar is. Niet alleen voor mij, maar ook voor Jordi. Jordi die kan nou heel slecht functioneren, want hij hoort mij ook niet continu nu. Dus we gaan het even afwachten. Nou, ondertussen dat ik met Jordi bezig ben, is dit in slaap gevallen. Juist. Dat gaat nog wel worden. Het wordt met de dag gekker hier. Nou, geeft mij wel meer tijd om boven van alles te doen. Kijk eens op je kamer. Kun je zelf in je eigen bed? Wauw. Hé, wat is er met mijn bed gebeurd? Ja, kom maar. Dit is wel echt mijn kamer. Ja. Dit is echt jouw kamer. En heb je een tent op je kamer? Wauw. Ben je er blij mee? Ja? Dan kun je goed op je bed zitten. Ben je er blij mee? Ja? Hey, ja, is jouw kamer, hè? Hij zit hier in de hoek. Aangezien je een stuntman bent, hè, jongen? Kijk eens hier. Speel goed. Nee, wacht. Eerst eruit. En dan pas open. Nee. Ja, vrachtwagen. Goed zo. Nee, ik kan niet verder. Goed zo. Nee. Ja, ben je er blij mee? Ja. Ja? Oké. Okay. Een hele goede morgen. Jordi heb ik net al fruit naar binnen gehad. Die is nou lekker aan het drinken. Sam, die heeft nu zijn fruit. Liam heeft zijn fruitje. En ik ben gewoon wat dingetjes aan het doen tussendoor. Niels is werken. Die komt tegen 3:30, 4 is hij thuis. En dan gaat hij met Liam op bezoek. Verjaardagsbezoek bij mijn achterneefje, want die is jarig vandaag. Maar ja, ik kan niet met Jordi daarheen, omdat ja, hij zit met zijn oren, dus daar ga ik hem niet aan doen. Dus Niels gaat even alleen. Het is een stukje rijden natuurlijk. Maar hè, Niels die zit al 16 jaar in mijn familie, dus dat maakt echt niks uit. Komt allemaal goed. Dus ja, dat is hoe en wat. En ik heb een hij wordt 3. Ik heb een kaartje gekocht voor hem. Met. Dus dat. En ik heb dit gekocht, want hij is heel erg met leren bezig. En dan doe ik nog in de envelop wat centjes voor hem. En dan is het weer geregeld. Dus. Ik en Sam en Jordi blijven dan dus thuis. En Niels en Liam die gaan op pad. Liam wil niet slapen. Maar gisteravond heeft hij het heel lang volgehouden. Hij lag gewoon lekker te spelen in op zijn kamertje. En was gewoon lekker bezig. En net ook heeft hij gewoon lekker gespeeld. Wel gewoon prikkelarm geweest. Dus dat is ook goed. Niels die komt, denk over een uurtje thuis. En dan gaat hij sowieso met de auto mee met Niels. Dus dan zal hij wel even in de auto in slaap vallen, denk ik. Dus we gaan het zien. Sam en Jordi blijven in ieder geval thuis. Bij mij. Dus we gaan niks leuks doen of zo. Want ik ga op een gegeven moment ga ik met Sam en Jordi naar boven toe. En dan ga ik gewoon lekker boven opruimen, et cetera. En Sam en Jordi kunnen gewoon lekker spelen dan. Dus kunnen ze gewoon lekker gaan doen. We gaan gewoon kijken hoe het loopt. Ik ben
met de was bezig geweest. Ik heb Jordi en Sam mee naar boven genomen. En dit was wat Jordi deed. Die ging lekker op de kamer van Liam chillen. Dus ja, dat is mijn dag slash avond geweest. Want Niels die was natuurlijk met Liam weg. En dan was het op de verjaardag. Ja, was leuk. Ze hadden heel goed springkussen. Ze hebben lekker kunnen spelen. En we hebben frietjes gegeten. Jee. Hier hebben Jordi en Sam poffertjes gegeten. Dus dat vonden ze ook een feest. Maar goed, iedereen ligt nu in bed. Gisteravond was Liam nog aan het etteren rond deze tijd. En nu? Nu is hij uitgeput en... Ligt hij te slapen. We hebben net op de vleier gedaan, want dat gepoept. Ja, en we liggen lekker te slapen. Ja. Ik heb ondertussen even de reuzel tussen mijn bilnaad uitgewassen. En nu ben ik even lekker een voetenbadje aan het nemen. En dan ga ik eventjes mijn voeten verzorgen. Want ja, hè, als je veel blote voeten loopt, 1 en 1 is 2, heb je eelt. Moet je even verzorgen. Dus dat ga ik even doen. En dan is het in de volgende slide swipe alweer zondag. Het is weer zondag! Yay! Een hele goede middag. Oh, daar viel hij net. Liam wil niet slapen. Jordi ligt wel op bed voor eventjes prikkelarm te zijn. Ik ben boven dit bezig geweest. Ik hoef alleen nog maar boven te stoffen en te stofzuigen en dweilen. Douche heb ik allemaal al klaar. Maar we gaan eerst even naar de winkel. Want ik heb boodschappen nodig. Even slippers aandoen. En dan gaan we er vandoor. Boven is alles gepoetst. Wat? Ja, dat klopt. Dat doet hij. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Boven is dus alles gepoetst. Ik ben net klaar. De Bambix-bende die is hier bezig. Niels is Verstappen aan het kijken. Het is hier zo druk. Ik kan niks filmen. Wel één ding wat ik even laat zien. Gehaktballen. Wat overigens gaat in de vriezer. Want waar Niels zeg maar voor werkt, die wilde gehaktballen. Dus dan hebben ze gehaktballen. Ik ga eventjes verder hier. En dan, ja, dat. Wil jij klappen? Hé, kom klappen. Huh? Klappen in de handjes. Blij. Op Jordi zijn balletje. Allebei. Tweemaal in de hoogte. Tweemaal in Jordi zijn. Zo waren de scheepjes voorbij. Hey. Yay! Klappen in de handjes. Blij. Op Jordi zijn balletje. Allebei. Tweemaal in de hoogte. Tweemaal Jordi zijn zij. Zo waren de scheepjes voorbij. Hey. Ligt een kindje al op bed? Ja. Mooi. Liam is lekker aan het spelen. Ja, in zijn nieuwe kamer. Ja, in dezelfde kamer, alleen anders ingericht. Dat dus. Maar hij heeft veel plezier. Ja, we hebben ze nog in bad gedaan. Tandje gepoetst. Flesje gegeven. En een bedje gestopt. Yep. Jordi ging gelijk slapen. Ja, die zal wel moe zijn geweest. Mhm. En nu moeten we hier nog opruimen. Ik heb de eerste vlog al geëdit. En ik ga nou dadelijk even de tweede vlog editen. Dan ben ik de hele week klaar. En moet ook nog broodgeur smeren. Ja. Dus ik heb nog het een en ander te doen. Maar bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.